Nou, ze moeten wel eens wachten op mij, omdat ik nog niet kan spelen, omdat ik een tik heb, zeg maar. Dus dat gebeurt wel eens, ja. Michiel is een van de 15.000 Nederlanders met Gilles de la Tourette. Door dit syndroom heeft hij last van lichamelijke tics. Ik heb dus de tik met... Ik schud met mijn hoofd heen en weer en dan komt op mijn schouder. Ik trek mijn schouder ook omhoog. En ik trek mijn schouder ook omhoog. En mijn bot van mijn hoofd, dat knalt dan eigenlijk op mijn sleutelbeen. En nou is mijn hoofd heeft zelf botweefsel aangemaakt. Om mijn hoofd te beschermen. Ook daarboven overheen is ook nog vochtweefsel gekomen. En dat is open gegaan. Dus als het nou een wond zit, een soort klein krater zit er in mijn hoofd, zeg maar. Heb je nu geen last van je toeren? Nee, niet als ik aan tafeltennissen ben. Daar ben ik druk bezig. Dus dan heb ik er geen tijd voor. Alleen wanneer ik stop ermee, dan komt het wel terug. Ja, soms is het erger als ik... Als ik niet bezig ben, zeg maar. Komt dat dan? Dan heb ik het onder het spelen niet kan doen en dan komt het eruit als ik niks aan het doen ben. Wat ik het vervelendste vind van de Tourette is dat ik soms dingen niet kan doen, dat ik moet stoppen met iets omdat ik die Tourette heb, dat die tik komt, zal soms voor ik hem aankomen. En dat het pijn doet, dat is het vervelendste. Dat doet gewoon zeer. Michiel is 17 jaar en woont bij zijn ouders in Roosendaal. Hij zit in het eerste jaar van een technische mbo-opleiding. Ruim 7 jaar geleden werd bij hem Gilles de la Tourette vastgesteld. Ja, en op situaties waarin ik gespannen ben, zenuwachtig, dan heb ik er wel meer last van. Ja. En hoe voel je dat aankomen? Je het voelt aankomen, je voelt het niet altijd aankomen. En als je het voelt aankomen, voel je gewoon echt een soort jeuk, echt een spanning in je spieren, bij mij in mijn spieren. We gaan naar de kerk. Hier ga ik elke zondag naartoe. En hier ga ik elke zondag naartoe en ook soms op een woensdag. 3 jaar geleden hervond Michiel zijn geloof. En is hij weer actief in de kerk. Tijdens de dienst projecteert hij teksten van liederen op een scherm. Het geloof brengt rust in Michiels leven. Ik heb er wel eens over nagedacht. Van je kent de verhalen van God. Van waarom heeft hij mij dan, zo gemaakt? En tegelijkertijd ook dat hij jou lief heeft zoals je bent. En dat is altijd de bovenhand gehad. En daar heb ik altijd meer kracht uit geput. En ik heb de Gilles de la Tourette geaccepteerd. En mijn geloof sterkt mij heel erg en helpt mij heel erg met moeilijke situaties overal. Ik denk als ik God vertrouw en mijn geloof blijf voeden. En dat ik er dan wel gewoon kom. Dat alles dan gewoon wel goed zal komen.